25 taxichauffeurs hebben van wethouder Smit het Haagse kwaliteitskeurmerk voor taxis ontvangen. Na het vrijgeven van de taximarkt kwamen er veel klachten over chauffeurs die te veel rekenen en slecht Nederlands spreken. Het keurmerk moet het voor de klant makkelijker maken om de goede taxirijders eruit te halen. De protestantse kerk in Den Haag zit in geldnood en moet daarom drastisch bezuinigen. De 14 wijkgemeenten worden teruggebracht naar 9 en van de 15 predikanten blijven er 8 over. Ook moeten er kerkgebouwen dicht. De crisis wordt vooral veroorzaakt door het teruglopende kerkbezoek. Museum Mesdag gaat verder onder de naam De Mesdag Collectie. Het museum wil zo duidelijk maken dat het vooral de kunstverzameling van Hendrik Willem Mesdag toont. Het museum in het voormalige woonhuis van de schilder is de afgelopen 2 jaar verbouwd en is vanaf zaterdag weer open voor publiek.